Hallo iedereen en wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Star Stable video. Ik ben een tijdje weg geweest, maar ik ben er weer. En vandaag, zoals jullie zien, zit ik op mijn starterpaard Skybell op Juliet Sea Blanket. Ik sta in mijn stal en ik heb dit prachtige druïde setje aan, want wij gaan beginnen met deze missie hier. Met de missie van, even kijken, de finale reddingsactie. Het is vandaag vrijdag 8 maart. Ik heb wel geteld al bijna anderhalve maand geen filmpje meer gefilmd. En als het goed is heb ik ook al bijna 6 weken geen filmpje online gezet. Ik moet zeggen, ik heb in februari echt zo... Ja, ik heb er niet veel van meegekregen. Februari was een beetje een zwarte maand voor mij. Ik ga er niet al te veel in details opbrengen. Maar ik ben er weer. En we gaan Star Stable spelen. En aangezien het nieuwe story quests zijn. En ik heb zin en ik ben enthousiast. En rah, zitten we op Skybell. En dan gaan we richting de geheime stinkring. Zoals jullie kunnen zien. Dit is Amber Beauty. Die hadden we gekocht in de Halloween special. En dit paard heb ik... Eergisteren gekocht op de Traveler's Market. Dus Evening Blaze. Evening Blaze is een Pinto Arabier. Met de tag natuurlijk. Voor 750 starcoins op de Traveler's Market. Die vinden we hier in Silverglade. Daar. Dat was niet de bedoeling. Hoe hebben we dit weg? Zo. Oké, ik ben klaar. Maar oké. Nou, zoals ik net al zei, ik ben al een aantal weken niet meer aan het uploaden. En dat wil ik nu gaan veranderen. Ik ga nu sowieso weer elke zondag een video uploaden. En ik ga proberen ook een video te uploaden op woensdagen. Dat is gewoon lekker midden in de week. En dan zondag aan het einde van de week hebben we 2 video's in 1 week. Wauw, ik heb nog nooit zo vaak een week gezegd. Waar is Fairgrove? Niet te veel roof. Veel deel. Veel deel zoeken we. Ik moet wat meer ademen terwijl ik praat. Ik word helemaal benauwd. Let's go. Oh, 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 oh. Gefaald. Nee, maar deze druïdenkleren die zijn als laatste uitgekomen bij dat meisje dat daar zo staat. Stond, staat er nu niet meer. De andere 2 setjes, dat zijn een groene. Dat was de eerste. En een rode, de tweede. Die heb ik ook. Tag en alles included. Hebben jullie deze missies al gedaan? Daar ben ik echt wel benieuwd naar. Hoe vonden jullie het? Ik heb gehoord dat het een heel zielig einde heeft. En ik ben eigenlijk verpest dat ik het nu pas doe. Want alle spoilers op YouTube en alle... informatie die je verschaft via social media. Het is eigenlijk best wel lastig om tegenwoordig iets te doen en hoe heet dat? Om tegenwoordig iets te doen zonder dat je het al weet, weet je? Zeg ik het zo goed? Oh ja, deze zijn nieuw, hè? Ik heb al zo lang geen Star Stable meer gespeeld. Tin Kent ziet er nog hetzelfde uit. Dit is Tin Kent, toch? Ik heb geen idee. Ik vind dit paard echt leuk. Ik vind die blauwe kleur zo mooi. Ik heb een paard. Die is blauw. Sapphire nog iets of zo. Dat is ook een wild paard. Wilde paarden zijn leuk. Dat is een beetje fantasy. Ik ga even een foto maken van Frip. Met Frip. Cheerios! Een selfie in de steenkring. What the frip? Medaille. Oké, ik weet dus echt niet wie Fred de Boom is. Hebben jullie deze spinnenmissie trouwens al gedaan? Ik heb echt gewoon een uur lang ben ik op zoek geweest naar spinnen. Ik heb er 1. Ik heb er 1 in Moorland. En die ging er vandoor. Hier, ik heb er 1. Hij ging er vandoor. Hij was gewoon aan het weglopen. Ik vind het niet zo raar dat ik de rest niet kan vinden. Nee, ik vind dat geen geslaagde missie. Oké, we gaan beginnen. Het is bijna tijd om samen te komen bij de poort in Beschermers van Daal. Ga. Maar we hebben Concorde. Waar wachten we nog op? We hebben de nieuwe sleutelsteen nodig.
Juliet, Evergreen en jij hebben daarvoor gezorgd, toch? Ik knik. Dan breng ik Juliet en Evergreen de sleutelsteen naar de beschermers van Dalen. Waar is mijn broer eigenlijk? Ik heb sinds het gedoe bij het circus niet meer gezien. Misschien is hij met Rihanna en de Concorde bij de bergpaddock. Kom Juliet, we gaan het uitzoeken. Ik zie je daar. Ik moet zeggen, ik vind de nieuwe designs mooi. Ik vind het, ja... De designs zijn echt in. Nee, het is echt 2019 gewoon. Ik bedoel, Elizabeth die kan wel een kleurtje gebruiken. Ze ziet zo bleek. No pun intended. Ik weet namelijk al. En als jullie deze quest hebben gedaan, dan weten jullie het ook al. Maar we gaan het wel zelf merken. In ieder geval wat ik over. Ik vind dat de nieuwe designs echt heel mooi zijn. Maar ik bedoel, ik weet niet wat er met Linda is. Het is goed bedacht, maar ze lijkt nu net op mijn oma. Dat haar. Nou, dit is Lisa toch, geloof ik. Of is dat... Nee, dat is Lisa en dat is Alex. Denk ik. Ik heb echt geen idee meer. Volgens mij wel. Je herkent ze gewoon bijna niet meer terug. En dat is misschien ook wel de bedoeling geweest. Maar ja... Het had voor mij niet echt zo... extreem gehoeven. Ik ben nou echt wel benieuwd wie dat paard is. Waarom staat daar nog een paard? Hallo. Dat is Concorde niet, toch? Concorde is een veulen. Jongens, ik heb moeite met ademhalen. Ik heb al lang niet meer zo enthousiast gepraat, geloof ik. Nee, ik ben eind januari ziek geworden. En ik heb zoveel gehoest en geproest. En ik had maagpijn. En ik heb geloof ik 2 weken op bed gelegen. En ja, mijn opa was overleden. Dus dat ook... zag je dat? Dat was Lisa daar. Kijk. Dat is nog haar oude design. Dit paard gaat helemaal wild, jongens. Dit is nog de oude dinges. Toch? Of is het wel een nieuwe dinges? Ik zit een heel verhaal te vertellen en dan... Oh nee, dit is wel de nieuwe. Het zal wel. Ik wil niet afstijgen. Maar in ieder geval, ik zat een heel emotioneel verhaal te vertellen en toen... Ja. De warmerknuffels voor de rest van ons. Deed Circus Petter een beetje kort af tegen Concorde omdat hij zijn hengstenstenen lijkt te missen? Zijn hengstensteen. Ik denk dat er geen reden is waarom een Watcher geen ruïne zou kunnen zijn, toch? Ik bedoel, wij zijn soulriders, geen soulfuckers. Alex. Wat het, ja. Natuurlijk. En zo kwaad zijn als ze erachter komt dat. Alex! Concorde is een Mary. Maar. Echt waar? Ik dacht dat de Watchers altijd mannelijk waren. Verslagen van wachters die geboren worden als Mary zijn zeldzaam, maar zijn er wel. Een ziel wordt niet bepaald door het geslacht waarin hij geboren is. Nou. Hallo transgenderwereld. Hengstensteen. Dat is als de paard heeft zoiets van, what the fuck. Haar ziel weet dat dit een cruciaal moment is waarop de Soul Raiders zich moeten verenigen. Ze zoekt een ziel om zich mee te verbinden. Wacht even. Als dat zou gebeuren, dan zou het 3 jaar geleden gevormde zusterschap onherroepelijk worden verbroken en deze strijd, zo niet de oorlog voor Jorvik, is dan verloren. Dus als iemand anders... vriendjes wordt met Concorde, is de hele wereld gedoemd. En wat bracht je nou? Ik moest hierin komen. Paarden, die begrijp ik. Mensen, wie weet wat er aan de gang is tussen die twee. Alex is een beetje een driftkoppie geworden. Let's go. Ik ga lopen naar Shepherd Lake. Het is wel ver.
We doen het gewoon. Param, 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 pam, pam, param, 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 pam, pam. Maar wat ik dus net zei, mijn opa is overleden begin februari en ik was ziek. En die twee dingen zijn eigenlijk een beetje op elkaar gaan stapelen, waardoor ik een beetje zoiets had van, weet je, zoek het allemaal maar uit en ik ga in mijn bed liggen en klaar. Een aantal weken geleden, twee weken geleden of zo, toen had ik wel zin om op te nemen, maar de motivatie was er niet. Heel veel gewerkt om de zieke uren in te halen. Dat had eigenlijk niet gehoeven, want ik heb nog 60 vakantiedagen. Dus over een weekje heb ik gewoon even lekker 2 weken vakantie. En in mei nog weer 2 weken. Nu ben ik niet van plan om echt ergens heen te gaan. Dus ik kan een paar dagen echt gewoon lekker besteden aan filmpjes opnemen. En al die andere frutsels en dingetjes. Een beetje opruimen, een beetje relaxen. En in mei ga ik waarschijnlijk samen met mijn vriend naar mijn ouders toe in Spanje. Nou ja. Warmte, wie wil dat nou niet? Ik wel, ik wel. Ik zit nu trouwens op Juliet, omdat... Nou, ik ben level 12, geloof ik. Op mijn Let's Play account. Bambi. Of Bambi. Bambi Wild Hunter. En dan kunnen we deze missies niet doen, niet? Op zoek naar Ev. Wat is er gaande? Ik kan je hulp eigenlijk wel gebruiken. Ik heb een aardappel nodig. Oké. Ik zie de ironie, Juliet. Jou op zoek sturen naar producten wanneer het leven van een vriendin op het spel staat. Op het eerste gezicht is het precies het soort Jorvigiaanse logica dat mij een ballingstrap dreef. Maar ik verzeker je, deze keer is het anders. De lot van Anvonblizen. Zo niet een universum zelf, hangt er vanaf. Aardappels uit de supermarkt zijn niet goed genoeg. En wat nou als ik hier was geweest met het aardappelseizoen en hij had gezegd het aardappelseizoen is voorbij? Dan was het aardappelseizoen helemaal niet voorbij. Ja, Star Stable, daar gaat het niet goed. Oké. Praise the Lord. Ik ben totaal niet... gelovig, by the way. Ik geloof in niks. Ik geloof vooral in mezelf. Dat is het belangrijkste, zolang je maar in jezelf gelooft. Wat ik hier doe, Marley. Een aardappel. Ik wou dat ik kon helpen, maar het seizoen is voorbij. Het aardappelveld is al geoogst. Je mag best even kijken, heb ik een paar minuten geleden ook tegen het andere meisje gezegd. Oh nee, het is toch geen... dark shit gedoe, hè? Oh, ik ben weer lekker aan het vloeken. PG-13, jongens. Waag het niet, Juliet. Die aardappel is van mij. Ik heb hem. Doei. Neem maar even serieus. Waarom ga ik daarheen als ik die aardappel heb? Als je een aardappel nodig hebt, moet je het ergens anders zoeken. Marley heeft mij deze beloofd. Wat moet ik met die aardappel nou? Maar ik train voor de aardappelrace. Vertel het haar, Sonja. De aardappelrace. Ik heb de aardappel nodig voor iets dat belangrijk is dan een race. Heb je die aardappel echt nodig om te kunnen oefenen? Zonder aardappel is het niet bepaald een aardappelrace, toch? Ik ging toch naar de supermarkt? Jij vooral. Kwestie van leven en dood. Echt? Je hebt het verraden, Juliet. Wat heb ik verraden? Snuif. Emma. Er zijn kinderen bij. Ja, die is gewoon zo high als het, ik weet niet wat. Dit wordt de titel van deze... van deze video. Een high aardappelmeisje. Oh. Wil je wat zeggen?
Laat me met rust. Ik heb de aardappel. Doei. Ik ga hier de thumbnail van maken, jongens. En dan zet ik er bij dit aardappel. Meisje is hij. Ja, heb ik de aardappel verdiend? Aardig van je. Zullen we de tijd van de dag even veranderen? Die nieuwe Jorvik horses, die zijn echt wel cute. Oké. Terug naar Evergrey. Valt het jullie op dat elke keer als je een apparaat of zo moet maken, dat ze een aardappel nodig hebben? Hadden ze niet al een keer een aardappelmachine? Ik weet het niet. Bam, 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 bam. Zoe Starshuffle. Je bent een gil. Ja, Evergreen, missie is geslaagd. Ik zal de aardappel onderzoeken. Goede zetmeelverhouding. Mooie, strakke schil. Ik zie geen onvolkomenheden. Ik moet het Marlina geven. Zelfs de bezinkels van zijn velden zijn prima voorbeelden van de hoogste kwaliteit. Deze aardappel is prima. F. De schaal, de aardappel is een sleutelsteen. Stuursysteem van het portaal van de beschermers van Dalen. Van Dalen is Van Deel van Dalen. Het ontbrekende standbeeld, het vijfde dat de weg wijst. De aardappel, ik bedoel de sleutelsteen. Het is gebruikt beeld van druïdenmilk. Milkshake. Druïdenmilkshake. Ja. Denk aan AM, FM, Mac en PC. Oh, AM en FM, Mac en PC, Zweden en Noren. Aan de buitenkant lijken ze op elkaar, maar ze zitten op totaal verschillende golflengtes. Mac en PC lijken niet op elkaar. Die de barrière tussen de aarde en Pandoria onherroepelijk zou kunnen verbrijzelen. Wat een vernietiging van beide werelden in luid. Dus de aardappel? Daar kom ik nu op. We gebruiken de aardappel voor een oefensessie. Een voedingstest, zogezegd. Om mijn theorie over magische stroommodulatie te testen. De aardappel heeft een unieke kenmerkende chemische energie. Wat een woord. Daarmee mijn apparaat zal proberen raakvlakken te zoeken. Als een soort aardappelklok. Dat is niet zoiets als het kinderachtige horologische trucje. Wat je daar hebt is een leuke druïde mojo. Een druïde mojo en een aardappelhaai. En een haai aardappelmeisje. Dat is onze titel. Nou, pony. Niet alles draait om nood. Liefdestelletjes, geen liefde meer. Kom dichterbij, pony. Dit wil je niet missen. Ik stap maar gewoon gelijk even af, want ik weet hoe dat gaat. Tadam, 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 tadam. Oké, tot daar. There we go. Alle jezus, dat ziet er creepy uit. Oh, snap. Aardbeving. Boom! Volgens mij was de laatste let's play die ik hierop heb gezet ook een boom, of niet? Daar gaat het universum. In de aardappel dimensie. Wat? Als mijn leven het enige was dat op het spel stond, zou ik het overmaken. Geen enkel leven is het risico waard. Zelfs Anne von Bleissen niet. Maar als ik de frequentie niet kan regelen met behulp van modulatieruwen. De inzet is hoger.
Maar in principe is hetzelfde als een aardappelklok. Wat betekent dat je me moet vertrouwen. Nou, de liefde is weer terug. Een paar connecties in Rockfile en Everdale. Die kunnen helpen met onderdelen. Probleem is de logistiek. Hoe kunnen we al die voorraden op tijd verplaatsen om aan te redden? Daar kan ik mee helpen. Hé, hey, afluisteraar. Wat de fuck doe je hier? What the bleep. Ik hoorde jou en je vrienden praten over Anne von Bleissen. Ik wil meedoen. Oh, hij is verliefd op Anne. Sinds ze vermist is, maak ik me zorgen over Anne. Als je haar probeert te helpen, wil ik meedoen. Het spijt me, jongeman. Onze missie is gevaarlijk en uiterst geheim. Vertrouw me erop dat we er alles aan doen om je vriendin te redden. Ik zag de roze scheuren in de aarde. Oh, hij is de enige die dat zag. Ik weet van Anne en haar paard. Ik heb haar gefotografeerd. Ik zag Concordes ware vorm met vleugels van licht. We hebben nooit over haar andere leven gesproken, maar we hebben een band door dat geheim. Door de druk van de dressuur, haar familie en de gevaarlijke missies waar jullie hier verzeild raken, had Anne wat ruimte nodig om zichzelf te zijn. Ze had een vriendin nodig die niets van haar vroeg. Derek, ben je een meisje? Als die vriend moet ik haar helpen. Oh, nou, dat is niet meer een vriend. Welkom bij het team. De macht van de Jorvikiaanse post. Nou, als PostNL hier zo hetzelfde motivatie had als deze jongeman, dan had niemand ooit problemen met zijn pakketjes. Naar de Everwindvelden. Wel leuk dat hij Evergrey heet en dat we naar de Everwindfields gaan. Ik weet niet waar ik heen ga. We gaan vallen. I'm dead. Inschattingsfoutje. Trouwens, ook al geen flauw idee hoe lang ik aan het opnemen ben. En in plaats van dat we die nemen, nemen we die. Nee, oké. Okay. Ik heb nu besloten om een teamspeler te worden. Sorry hoor, ik was even afgeleid. Hij ziet er echt uit als een poppetje en zo'n gezicht erop is geplakt. Vooral over Garnok's woede. Maar dat moet nog even wachten. Kijk die ogen. Hij heeft zelfs die ijskast meegenomen. De Vallei van de Borgen. Ding, ding, ding. De volgende halte, de Vallei van de Verborgen Dinosauriërs. De Vallei van de Verborgen Dinosaurus. Vergeet niet uit te checken met uw OV-chipkaart. Ik ben zo grappig. Wat hij met die plek gedaan heeft? Ik heb dat gedaan. Ik wou net zeggen, waar is mijn eer? Wil je een broodje of een kop warme chocolademelk? Voor magie moet een prijs worden betaald. Tot de volgende keer, oude vriend. Daar hou ik je aan, Evergrey. Ik ga je hier gewoon neerzetten. Wat moet ik inslaan dan? Steenhouwersgewelf. Andere kant van de Dinovallei. Ja, nee, natuurlijk. Dit is eigenlijk ook erg. We mogen alleen maar door het portaal met ons starterpaard en ons starterpaard mag niet in de Dinovallei.
We are walking, 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 la 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 la. Hallo, Borg de hond. Oké. Ik heb een beter idee. Ik zie jullie. Bij die poort. Tot zo. Oh, cutscene. Als in een cutscene, jongens. Dat was geen slecht taalgebruik. Ik was even... Ja, dat had ik niet... Had ik niet gedacht, in ieder geval. Dus ja, hi, daar zijn we weer. Ik blijf nu maar even filmen voor het geval het weer gebeurt. Ik ga trouwens even kijken of ik wel aan het filmen ben, anders heeft dit ook geen nut. Hallo? Ja, hij doet het. De laatste tijd is het zo vervelend als ik naar het bureaublad ga en weer terug, want dan staat het hele spel vast. Ik snap niet precies waarom, maar ja, wat doen we eraan? Ik heb 5 Facebook-meldingen, waarom? Wat een drukte. Oh ja, die fan van Tini en Lau is dood. Die Lau. Is overleden. 79-jarige leeftijd. Mijn opa is 80 geworden. Is ook oud. Pararam, 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 pam, pam, pararam. Echt, hoe blijft hij zitten? Hij zou toch lang af moeten vliegen? Boom. Oh. Jammer weer. Ik vind ze wel heel majestueus. Deze nieuwe starterpaarden. Alleen ze hadden nog wel iets aan die achterste staart kunnen doen. En daar zat stomme portal. Oh ja, en nou vind ik de hele tijd archeologische dingen. Ik was eergisteren, geloof ik, 2 uur lang in de dino-vallei rondlopen huppelen voor een archeologische steen en het lukte maar niet. Maar ik hoef er nog maar 1. Yay! En dan heb ik die en dan moet ik deze allemaal nog. Dus ja, het schiet er niet echt iets op. Tijdens de hoogtijdagen van de druïden kwamen dit soort portalen overal op Jorvik voor. Een soort magische supersnelweg door de chaos tussen de werelden. Waarom ze buiten gebruik raakten, angst en bijgeloof. Chaosruimte valt buiten de voorzienigheid van Edin. Het rookt te veel naar hekserij voor de smaak van sommige mensen. Nu naarden de hoeders van Edin onder die kleingeestigheid. Denk je dat Dark Core zich aan dezelfde normen houdt? Natuurlijk niet. Ze zoeken iedere voordeel die hen dichter bij de overwinning brengt. Dit is een strijd die ik al tientallen jaren voer. Maar hij mag toch niet meer Pandoria in, want dan gaat hij dood of zo. Misschien heb ik de sleutelsteen van de geheime steenkind geleend. Niemand zal hem missen. We brengen hem terug zodra we klaar zijn, knipoog. Nou, oké dan maar. We're singing in the rain. We're singing in the rain. Oh, dit paard gaat zo langzaam. Ik denk, ik ga maar gewoon gelijk om mijn starterpaard. Want ik weet hoe zulke dingen gaan. Dan ben je halverwege de missie en dan is het van... Oh, je mag hier alleen in met Sky Bell. Haal je starterpaard. En kom terug. Nee, oké? Okay? Nee. Ik haal niet mijn starterpaard. Laat maar zitten. Waar moet ik heen? Waar ben ik? Dan is de ingang waarschijnlijk... daar. In mijn droïde pakkie. Hallo, Conrad. Ik heb mijn portie dood nu wel gehad. Ja, dat kan. Pam, pam, pam. Nee, dit gaan we dus niet doen. Weet je, oh.
but. It's the butt of Conrad. It's his butt. Ja, weet je, hij is echt creepy. Oké, hi. Dus we gaan nog niet naar binnen. We gaan de volgende keer naar binnen. Want ik ben al een half uur aan het filmen en dan wordt deze video echt veel te lang. Maar ik vond het echt geweldig dat jullie weer hebben gekeken. En joh, vonden jullie deze video dan leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Hebben jullie me gemist? Doe dan een duimpje omhoog. Laat een reactie hieronder achter wat je volgende keer nog meer wilt zien in onze Startable video's. Of in andere video's. En ik heb geloof ik al een half jaar, beloof ik, Sims Let's Plays. Maar dat komt er maar niet van. En dan moet ik echt ook even een keertje gaan doen. Misschien in mijn vakantie. Ik weet nog niet hoe en wat. Nou jongens, ik zou zeggen, ik ga even mijn dingetje erbij pakken. En dan gaan we doen. En dan gaan we zwaaien. Jongens, tot de volgende keer. Fijne avond, fijn weekend. Want het is natuurlijk vrijdag. Dus happy holidays. En ik ga maar gewoon even mijn bedje in. Want ik moet morgen om 9 uur weer beginnen. Dus bij deze, tot de volgende keer.